Laat zien de dingen. De... Zo, meneer, ik denk dat Theo voor een nieuwe auto. Ja. Ja. Ik heb wel zeker dat die tijd voor de nummer. Dat is zo snel gemaakt. Ja, ik denk. We staan onderaan de Haanraderberg in Kerkrade Haanrade. Er is zojuist een auto de Haanraderberg naar beneden gekomen met een lichte knal. En toen begon het onder de auto te branden. U stond hier? Nou, ik kwam aanrijden. En meneer heeft toen aan de overkant geparkeerd, is even in de auto blijven zitten, daarna uitgestapt en is de auto eigenlijk in enkele seconden in brand uitgebroken. Het brandde van de onderkant en vrijwel snel was de hele auto al in brand. Oké, en wat heeft u zelf toen gedaan? Ik ben meteen naar meneer toegereden om te vragen of alles in orde was, omdat ik niet het idee had dat hij in eerste instantie door had wat er was. Meneer reageerde paniekerig, nee, de auto's staan in brand. Dus toen vroeg ik of ik op de een of andere manier kan helpen. Meneer belde toen al de hulpdiensten. Ik heb toen naar mijn werkplek hier in de buurt gebeld of ze met een brandblusser konden komen, maar die zijn helaas ook te laat aangekomen. En toen hebben we meneer een beetje begeleid dat hij aan de overkant moest komen staan, omdat het was gewoon op een gegeven moment te gevaarlijk. De auto begon te exploderen, ramen, banden, dergelijke.